Ik ben in de werkplaats bij Daytona en ik ga vandaag de MotoGP paddock stand in elkaar zetten. Als je hem besteld hebt, zo komt hij binnen in de doos. En netjes verpakt in het plastic. Plastic gaan we verwijderen. De wielen zijn al voorgemonteerd. En dit is een paddock stand met zogenaamde haken. En dat wil zeggen dat ze voor bobbin zijn in de achterbrug. Je achterbrug, tenminste de meeste achterbruggen zijn voorbereid met een schroefdraad erin. M6 of M8. Dus als je afvraagt van joh, ik heb twee gaten in mijn achterbrug met schroefdraad, waar zijn die voor? Die zijn voor bobbins, een soort paddenstoeletjes waar deze haken vervolgens inhaken om je achterwiel omhoog te bokken. Nou, de haken zitten erbij en de schroeven, de bouten en de moertjes zitten er ook bij. Eigenlijk is het heel simpel. Met een paar doen we hem even vast. Dan snap je wat de bedoeling is. Maar het wijst eigenlijk voor zich. Ik heb een rateltje gepakt omdat het toch wat makkelijker gaat. Nou, onder zit hij in elkaar. En vervolgens kunnen de haken erin. Heb je een inbussleutel voor nodig? Hij zit aan de bovenkant met een plaatje met vier inbussen die je los doet. Ja, je wil hem er echt in haken. Dus kijk even goed hoe je de haken er ook in doet. Op deze manier kun je hem echt onder de bobbins haken en vervolgens de motorfiets liften. Ook handig is, zet hem eventjes los vast. Zodat je ook de afstand kan bepalen tussen de bobbins, dus je linker en de rechterkant van de brug, van je achterbrug van de motor. Als je één keer de afstand bepaald hebt, dan kun je ze vastzetten en dan is dat een vast geheel. Het voordeel van dit bokje, ze zijn super licht, dus ook voor circuitgebruik zijn ze makkelijk om mee te nemen. Succes!